Welkom op de Rotonde. Het is 1 januari 2017. Allemaal de beste wensen. En wij zijn hier voor de traditionele nieuwjaarsduik. Of dat het de meeste gaat bevallen, dat weten we niet. Er is een stevig windje. De watertemperatuur is ook niet al te hoog. Maar er zijn voldoende deelnemers om het water in te gaan. We gaan even een kijkje. De hoeveelste nieuwjaarsduik dat we gaan doen. De 13e. Ik vroeg het laatst aan iemand voor de hoeveelste keer doen jullie mee en die zei de laatste. Het is om te beginnen 2017, dus ik wens jullie allemaal een ontzettend gelukkig nieuwjaar toe. En dat 2017 ook maar weer een zwemmend en sportief jaar mag zijn. En vandaag mede mogelijk gemaakt, onder andere door onderwatersportvereniging Piranha en uiteraard ook zwemvereniging Olympia. We zijn te gast bij de Rotonde. Het is op dit moment buiten net iets boven nul. Het is alweer zo koud. Ik heb het net getest. Zo'n beetje. Ja? Kan het? Het voor mensen hoef je niet vast te houden. Precies. Het water is warmer. 3,8. Dat heb ik niet getest. Dus ik ga af op metingen. We zijn nog even bezig om de muziek klaar te krijgen. Dan gaan we zo meteen met Denise gaan we een warming-up doen. Zoals gebruikelijk ieder jaar. En dan is het de bedoeling dat we straks op een veilige manier naar buiten toe het water in gaan. Dat we binnen de lijnen blijven. Kijk uit dat je niet valt. Maar voordat wij dat gaan doen, wil ik iemand een klein beetje in het zonnetje zetten. Dat vinden ze ontzettend leuk. Francisca, waar ben je? Dat vinden ze zo leuk. Oh, ook jaren. Nog eentje. Kom op maar hoor. Al morgen. Gefeliciteerd. Dan gaan we eerst even zingen allemaal. Zingen we. Lang zal ze leven. Fantastisch gedaan. En dat willen we natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus ontzettend bedankt namens de hele organisatie. Hebben we een kleinigheidje voor je, alsjeblieft. En ontzettend bedankt. Je hebt je nieuwe vrijwilliger uitgezocht die het over gaat nemen? Nee? Dankjewel. Oké. Als je deze kassen naar... Thank you.
iedereen die niet zo ver weet loopt, hè? Prima, dat is een keer dat het klaar is. Dankjewel. De nieuwjaarsduik hier is een beetje afgelopen. Jongens, jullie hebben het nog nat, hè? Ja. Hey, was het koud? Ja. Hoe koud? Heel koud. Heel koud. Je bent er kleiner van geworden. Nee, ik was er klein. Ja, maar dit is lekker warm water, of niet? Ja. Ja? Is het de eerste keer dat je meedoet? Nee. De hoeveelste keer? 8, 9 keer. Oké. Vorig jaar was het veel aangenamer wat weer betreft. Ja, toen liep je daar door de steentjes. Hé, zit er shampoo hier in die douches? Ja, zeker. Wat denk je? Ik zal even mijn haar wassen. Je weet nooit wat er in het water zit. Ja, daarom. Ik ben in de douche. Een beetje bevallen? Ja, zeker. Was erg koud of niet? Ja, het was wel goed koud dit jaar. Maar wel lekker. Ja. Goeie jaar. Ben je er nog lang in geweest of niet? Nee, val maar even kopje onder en dan weer richting de kant. Kijk, en hier hebben we de laatste der Mohicanen, want je kwam als laatste het water uit, heb ik gezien. Ja, je moet er maar genieten, het is gratis. Ja, het kost niks. Ja, echt Nederlands, hè. En, LWN, hè. Lekker voor niks. Lekker voor niks. En dan op 1 januari. Ja. Ik snap niet dat de mensen het kunnen doen. Nee, maar de opkomst viel me tegen. Ja, het was een beetje minder anders dan andere jaren. Ja, toch te warm was. Dat zou het kunnen zijn. Maar goed, daar geef u niks om, hè? Nee. Ik zag wel, ze hebben u eruit geholpen nog een beetje. Ja, ik ben op leeftijd, hè?
Nee, je bent nog een jonge god, joh. Ja, nou wel. Jawel, ja. Onder de warme douche. Ja, lekker. Ben ik inmiddels onder de douche uit. Ik ben een beetje nat geworden. Wie ook nat geworden zijn, dat zijn de jongens van Piranha. En dat is de onderwatersportvereniging. Rien Verhagen. Hey, je lag weer in het water, maar je bent helemaal droog. Ja, gek is dat, hè? Hoe krijg je dat toch ieder jaar voor elkaar, man? Ja, gewoon een goede jas aantrekken. Ja, en als je luchttekort komt, dan... Ja, dan hou je hier een beetje lucht in. Dan, nou, jullie zijn er ieder jaar voor de 13e keer, begrijp ik, Rien, hè? Ja, het blijft toch een evenement van je welste. Het is toch altijd leuk, hè? Het blijft leuk. Dus. Ja. Daarom doen we het ook, hè? Ja, daarom doe je het ook. Maar er waren wat minder deelnemers dit jaar, hè, dacht ik. Ja, dat kan, ja. Want in Leerdam doen ze het ook, hè? Leerdam. Ja. Hebben ze het afgekeken van... Ja, die hebben afgekeken natuurlijk. Hè, dus, ja. En in de Bel, daar hebben ze het ook wel eens gehad. Is dat dit jaar weer? Dat weet ik niet. Daar heb ik ook niks van gehoord. Nee, dat weet ik zo. Maar in ieder geval, Enspijk, daar blijven staan. En, Enspijk blijft houden hier. En dat vind ik leuk. Het is een traditie om even weer lekker wakker te worden. Zo, ja. Krijg je nou nog een drankje om een beetje warm te worden na afloop, Rien? Ja, ik denk dat we nog een bekertje soep krijgen. Ja, ik denk het ook. Veel plezier en bedankt. Ja, is goed, Rien. Inmiddels zijn we binnen beland en nou, door mijn bril zie ik helemaal niks meer. Dus nu zet ik even af, stop hem in de zak. En hier een paar mensen, die zijn al aangekleed. Ilana van de Lagemaat. Jij bent ook in het water geweest, denk ik. Ja, natuurlijk ben ik in het water geweest. Maar je bent heel snel... met jou, toch? Ja, maar dat mag niemand... eigenlijk niemand weten. Dat mag eigenlijk niemand weten. Waar. Want als die Fred Blommers erachter komt, dan wordt hij weer jaloers. Die is er niet in geweest, zeker? Nee, die is er niet in geweest. Fred, nee. Dan ben jij zo'n grote jongen. Waarom ben je nou niet even in dat water geweest? Nee, ik kan niet tegen de kou erin. Ik vind het niks. Gewoon, ik doe wel even kijken hoe al die mensen het water liggen. Ja, maar Ilona die is erin geweest en nou is ze aangekleed, maar ik denk toch nog dat ze het een beetje koud heeft. Ja, maar dat komt wel goed. Daar help ik ze wel bij. Dat komt wel goed. Zou u dat echt doen? Ik denk het wel. Nou, dan ga ik wel even dansen met jou. Dan gaan we dansen. Dat werkt ook altijd. Ja, en volgend jaar, Ilona, doe je weer mee. Ja, dan doe ik weer mee, Rien. Maar dan zou ik zeggen, van, dan zou ik me niet zo snel aankleden. Nee, ik zou me dan niet zo snel aankleden. Want dat vinden wij veel leuk, hè? Oh, dat vind je leuk in bikini. Juist. Volgend jaar blijf ik in bikini. Nou, hartstikke bedankt. En pak wat warm, zou ik zeggen. Ja, dat doe ik. En dan zien we elkaar volgend jaar. Is goed, Rien. En dan hebben we een grote kerel gevonden. Die is vandaag ook het water in geweest. En dat is onze eigen Jens. Hi, ja. Jens. Hoi. Hey, het is vandaag 1 januari, nieuwjaarsdag. Ja. Ja. Maar dat is ook de dag waarop jij geboren bent. Ja, klopt. Hoeveel jaar ben je? 11. 11 jaar. Hartstikke mooi, man. Ja. En nu met die nieuwjaarsduik hier in Enspijk, lekker het water in geweest. Ja. Of was het niet zo lekker? Wel koud. Koud, hè? Koud. Ben je er nog lang in geweest of ben je even erin en eruit? Ik ben erin gesprongen, heen en terug gesprongen en eruit gegaan. Oh, dus je hebt wel een eindje gezwommen? Ja. Want ik heb kinderen gezien die sprongen erin en gelijk weer eruit, maar dat heb jij niet gedaan. Jij hebt een stukje gezwommen. Ja. Nou, is je moeder wel trots op je, denk ik, hè? Ja. Ja, is ze er ook? Nee, alleen mijn vader en mijn zus. Oké. Voor je moeder was het te koud natuurlijk. Ja, die moest mijn verjaardag vandaag nog helemaal opmaken. Oh ja, nou, we komen gewoon even wat drinken bij je straks. Is dat goed? Ja hoor. Oké, dankjewel Jens. Alsjeblieft. Staat er hier een jongen aan de koffie, een jonge man, Serge Meij. Serge, goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag Rien. 5:05. Ja, ik heb begrepen, je was iets... voor 12 gestart met het duikje. Je moet altijd overal als eerste bij zijn. Dus ik dacht, van dit jaar beginnen we wat eerder. Gewoon wat sneller. Dan zijn die fotografen, die zorgen dat ze de volgende keer ook op tijd zijn. Precies, die hebben hiervan geleerd. Dat is een leerproces. Volgend jaar zijn die ook op tijd. Ja, juist. Serge, het was niet zo druk als voorgaande jaren. Nee, het was minder druk dit jaar. Maar ja, dat heb je wel eens. Hè. Soms zit het mee en soms zit het wat minder mee. Ja, er zijn soms heel veel mensen weg. Maar goed, de nieuwe aanwas is er ook weer, heb ik gezien. Jonge kinderen zijn er weer bij. En er zijn veel ouders meegekomen dit keer. Maar er zijn ook veel mensen die niet meegezwommen hebben. Dus hopen dat die er volgend jaar bij zijn. Nou, jullie hebben zojuist voorafgaand aan de duik afscheid genomen van een heel belangrijk persoon voor de nieuwjaarsduik. Ja. Francisca, laatste keer. En dan zal volgend jaar iemand anders dat stokje over moeten nemen. En ik zag ze kijken. Naar jou? Nee, niet naar mij. Niet naar mij? Nee. Ga ik niet doen. Nee? Ik ben volledig vrijwillig hier. En ik wil ook nee kunnen zeggen. Dus ik doe dat niet. Hier een jonge dame en een jonge man. Met een muts op, de Unox-muts. Ja, ja. Je bent er ook in geweest, hè? Ja. Wij hebben er een tijd in gezeten, ja. Ja? Vertel, hoe lang heb je er wel niet in gezeten? Want de meeste... Ik eigenlijk niet. Minuut of 3, 4. Minuut of 3, 4, We waren als eerste in en als laatste uit.
als eerste erin en als laatste eruit. Ja. Lekker, hè? Lekker, hoor. Heerlijk. Tintelt ook helemaal. Ik ben helemaal rood. Lekker. Helemaal koude handen, maar die van jou, ja, die zijn nog kouder. Ja, dat komt door het water natuurlijk. Het is een beetje bevallen vandaag. Ja, ja, heerlijk. Ja. Ja. Ik krijg er veel energie van. Eerste keer? Nee, 4 jaar terug heb ik het ook 1 keer gedaan en 1 keer eerder in Scheveningen. Maar ja, nu hebben we wel zoiets, we gaan nu wel ieder jaar weer doen, denk ik. Ja. Scheveningen is wel heel groot, hè? Ja, maar te. Een beetje te groot. Ja. Dit is gewoon leuk, het is maar even... Ja, gezellig, leuk, bekende gezichten en heerlijk. Ja, dan zien we jullie volgend jaar wederom verschijnen hier voor de duik.